Als er iets is waar ik in de herfst naar uitkijk, is het voorjaar. En dat klinkt een beetje gek, want ik hou ook heel erg van de herfst. Maar in de herfst gaan we bezig met bollenplanten. En dat betekent dat we uitzicht hebben op borders en potten vol met allemaal soorten bloembollen. En dat klinkt misschien niet zo spannend, maar ik ga je vertellen waarom dat wel echt, 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 echt onmisbaar is in je tuin. Bloembollen hebben een beetje een truttig imago en ik ga een poging doen om daar een beetje verandering in te brengen. Want in het voorjaar, en dan hebben we het over maart, april, mei vooral, is er in de tuin wel wat te beleven, maar nog niet net zoveel als in de zomer. Bloembollen zorgen ervoor dat het seizoen veel eerder begint. Dus dan hoef je niet te wachten op de eerste bloeiende, weet ik veel, geranium of salvia. Je hebt gewoon al die tulpen en die alliums gehad die zo ontzettend veel sfeer en kleur geven in een tuin. En ik denk, de meeste mensen die ik spreek die voor het eerst bloembollen geprobeerd hebben, nadat ik ze daarvan overtuigd heb, die zijn echt compleet verrast over hoe leuk het is. Het is takkenwerk, het is echt takkenwerk om te poten. En dat zeg ik altijd maar meteen eerlijk, want dan heb je ook geen illusie en geef je mij niet de schuld als blijkt dat het echt vervelend is om al die dingen de grond in te stoppen. Maar het is zo ontzettend de moeite waard. Dus ik hoop dat je er aan wilt beginnen. En dat seizoen begint dan bijvoorbeeld met sneeuwklokjes, met blauwe druifjes, met kievitsbloemen. En dan gaat het door naar de narcissen. En dan komen de tulpen en de dubbelgevulde tulpen die op pioenen lijken. En dan krijgen we de alliums en de commassia's. Nou, en dan stopt het, dan gaat het over naar de vaste platten. Maar dat is zo'n mooie tijd. En je kunt er dus ook van plukken. Als je er maar genoeg van plant, dan is het ook echt de moeite waard zodat je ervan kunt plukken. En dat zijn allemaal soorten die je niet in de winkel kunt vinden, ook niet bij de bloemist. Dus bollen in je tuin, it's a must. Ik hoop dat ik je overtuigd heb. Nu gaan we de tuin in om ze te poten. Het takkenwerk. In onze beplantingsplannen gebruiken we altijd bollen. Tenzij een klant zegt, ik wil ze echt niet, maar dat is nog nooit gebeurd, gelukkig. En de soorten die we in ieder geval gebruiken is eigenlijk altijd wel een sneeuwklokje, omdat die als eerste bloeit. We hebben eigenlijk altijd wel narcissen en tulpen en altijd alliums. En daarnaast willen we ook nog wel eens andere soorten gebruiken, zoals hyacintjes. Niet die enorme dingen die je bij de bloemist krijgt, kleine mooie hyacintjes. We gebruiken ook nog wel die kievitsbloemen van die paarse klokjes. Of irissen, of indianenlelies. Dus je hebt best wel veel opties wat bollen betreft. En de ene soort gebruiken we meer als een soort groepje in de border. En de andere soort doen we als een slinger er doorheen. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als je bijvoorbeeld dit stukje hebt, dan zou ik kunnen zeggen, ik doe een groepje van 5 narcissen bij elkaar. Of 5 sneeuwklokjes. En ik maak daar een soort dotjes van. Maar met de tulpen en de alliums doen we heel vaak een slinger. Dus dan zeggen we gewoon, we trekken een soort slinger er doorheen, zodat het veel organischer voelt. Zodat het niet recht en symmetrisch is, maar alsof het gestrooid is. En voor narcissen en voor alle kleine bollen is het veel beter om er een paar bij elkaar te zetten, omdat het anders heel weinig impact maakt. Nou is het sowieso dat je veel meer nodig hebt dan je denkt. Mensen denken altijd dat je met 30 bollen voldoende hebt voor een hele border. Maar je mag ze echt best wel volzetten. Dan pas maakt het impact. En op het moment dat ik hier 10 tulpen neerzet en that's it. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet mooi is, maar zoveel zie je er dan ook weer niet van. In mijn tuin haal ik de tulpen er altijd weer uit. En dat is omdat ik graag elk jaar weer een nieuw kleurenschema wil. Dat hoeft niet, want je hebt ook tulpen die goed terugkomen. Maar de meeste tulpen doen dat niet. Narcissen, stinzenbollen, dus dat zijn die sneeuwklokjes, hyacinten, dat soort dingen, die zijn vast. Dus als ze op de goede plek staan, voedzame grond, in de zon, dan komen ze gewoon netjes terug. Hoef je ze maar één keer te poten, dat scheelt weer. Maar tulpen, die komen niet altijd netjes terug. Dus wat ik doe is, nadat ze gebloeid hebben, haal ik de steel eraf, laat ik het blad staan, dan kan dat indrogen, dan slaat het voeding op. En dan, als het helemaal ingedroogd is, trek ik die hele bol eruit. En die gaat of op de composthoop, mits het biologische bollen zijn. Of hij gaat in een bak in de schuur.
En dan bewaar ik ze voor het volgende jaar. Maar de betrouwbaarheid van die tulpen is veel lager. Dus ik doe ze liever elk jaar opnieuw. Dat levert wat werk op, maar de beloning is ook groot, gelukkig. Ik snap dat als je naar zo'n borden kijkt, dat je denkt, hoe ga ik hier bloembollen tussen zetten? Goeie vraag. Deze planten, het is nu begin november, een deel van deze planten sterft nog af. Die hebben niet allemaal een wintersilhouet, dus dat betekent dat ze in de winter nog een beetje overeind blijven. Deze bijvoorbeeld, dit valt nog helemaal weg straks. Dus dat betekent dat ik, als ik het later zou doen, nog iets meer plek zou hebben. Maar desondanks kun je prima een beetje ertussendoor. En het is ook helemaal niet zo heel erg als je de wortels een beetje raakt. Die planten gaan toch in rust, dus je verstoort ze niet direct. Dus het is helemaal niet zo heel erg om daar een beetje mee te rommelen. Het is een beetje een werkje, dus als je er niet zo van houdt, dan moet je gewoon vaste soorten kiezen. Hoef je het niet elk jaar opnieuw te doen. Misschien nog wel even leuk om te laten zien hoe verschillend bollen zijn. Want dit is bijvoorbeeld een uienbol, een allium. Een sierui ook wel. Dat zijn die enorme hoge met zo'n grote paarse bol erop of een witte. En je hebt veel meer soorten dan alleen maar die paarse. Dus die gebruiken we heel erg veel. En hij ruikt... Dit zijn dan weer tulpenbollen. Die zijn wat ovaler. En die hebben altijd een goudbruine vliesje. Terwijl een narcis veel knoflookachtiger is. En een soort ribbel aan de bovenkant. Dus zelfs bloembollen zien er niet allemaal hetzelfde uit. In dit stukje borden ga ik nu een stuk of 10, 20 tulpenbollen planten. En dat doe ik dus een beetje in dotjes. Dus wel een paar tulpen bij elkaar en dan daar weer een paar en daar weer een paar. En ik heb deze. Want je moet het niet willen met een schepje of met zo'n handding. Al rechtop werken is echt veel fijner. Dus die kun je er zo insteken. En zet ze ook echt goed diep. Want anders, waar had ik ze nou? Hier. Anders dan vallen die tulpen heel snel om. En vooral de langere soorten. Dus allium en dergelijke, echt de grote soorten, die gaan dan scheef staan. Dus zet ze goed diep. Dus meestal is dat 3 keer de dikte van de bol. Zo. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten bloembollen. En ook nog eens heel veel verschillende kleuren en vormen. Maar van die bloembollen kun je dus uiteindelijk ook boeketten gaan maken. Zo gaan wij er een beetje mee om. Dus dat je ervan kunt plukken. En als je een mooie combinatie weet te maken, dan heb je én een hele mooie border. En je hebt een mooi boeket voor op de vaas. Van bollen plukken we het niet net zoveel als van eenjarig of van bloemen. Maar toch is het echt een enorme beloning. En als je nou niet zelf weet wat voor combinaties je kunt maken, daar hebben we een mooi boekje voor. En daarin hebben we er al een paar voor je gemaakt. Zodat je precies weet wat je kunt planten en wat je dan in de fase hebt te zetten in het voorjaar. Als je dan bollen plant, kijk dan of je biologische soorten kunt vinden die je mooi vindt. Want bollen zijn heel erg vaak enorm behandeld met pesticiden, zodat ze niet gaan rotten en schimmelen. Maar ja, als je dat in je grond stopt, dan kun je wel raden wat er gebeurt met je bodemleven. Dat gaat naar de tering. Dus als het even kan, biologisch.